Als een baas er iets uitvindt waar hij het nut niet van ziet. Dommel heeft soms haast, alles ziet het helder. En hij het liefst eten zou. Dommel lacht heel gauw, houdt van het leven. En hij... Op weg met ons schip naar het onbekende Zuidland werden we overvallen door een orkaan. Het schip was een hulpeloze speelbal op de torenhoge golven en de beukende wind deed de spanten kraken. Het roer is weggeslagen! Haal de zeilen hier! De mast breekt af! Oh, we gaan recht op die rotspunt af! We zijn verloren! Het schip versplinterde tegen de rots en zonk onmiddellijk. Gelukkig kon ik een losgeslagen stuk hout vastgrijpen en me drijvend houden. Hoe ik aan land ben gekomen, weet ik niet, want al spoedig na de ramp verloor ik mijn bewustzijn. Toen ik weer bijkwam, kon ik me niet bewegen. Ik begreep dat ik vastgebonden was. Mijn armen, mijn benen, zelfs mijn haren, alles was vastgebonden aan de grond. En tot mijn grote verbazing zag ik dat ik omringd was door honderden piepkleine mensjes die nauwelijks een hand groot waren en een wonderlijk onverstaanbaar taaltje uitsloegen. Ik probeerde me te bewegen, maar de mensen schoten honderden pijlen op me af die prikten als spelden. En ze kietelden me met hun speren. Ik begreep dat ik er verstandig aan zou doen door me niet te bewegen en af te wachten wat ze met me gingen doen. En toen, tot mijn verbazing, begonnen ze mijn haren los te maken. Hey, ik zit te kijken. Je doet de hele dag niets anders dan televisie kijken. En laten we wel wezen, wat ze tegenwoordig op de televisie vertonen is niet stimulerend en weinig opvoedend. Met uitzondering natuurlijk van de serie over ons. Ik zou het zeer op prijs stellen als je mijn handje hielp met uitvindingen. Elke televisiefilm voedt meer op dan het kijken naar die nutteloze roestbakken die jij maakt. Daar heb ik niet van terug. Ik moet zeggen, mijn beste Dommel, dat ik het in je bewonder dat je vanavond de diner wilt overslaan. Hoe bedoel je... Ken je het spreekwoord, wie niet werkt zal niet eten? Nou, dat komt goed uit, want dat scheelt mij een hoop geld. Dag, Dommel. Hé, wacht eens even. Niet eten is erger dan wel werken. Nou, goed dan. Zeg maar voor, ik kom al. Wat moet ik doen? Zeg maar voor. Eindelijk klaar. Dat is geen werken, dat is beulen. Ik ga een dutje doen onder de boom. Dat heb ik wel verdiend. Ja. Slapen. God, wat heb ik honger, zeg. Ja, ik heb hier van eten gedroomd. Hé, dat klopt iets niet. Wat is dat nou? Oh, nee, ik ben helemaal vastgebonden. Hé, wat raar. Ik lig er hier net zo bij als Gulliver die ik toen straks op de televisie zag. Nee, maar agent, wat doe jij hier? Ja, nog een hapje. Ik ben net wakker en nou heb ik alweer zo'n ontzettende slaap. Hoe komt dat? Hebben jullie slaappillen in mijn eten gedaan? Ai. Uwe majesteit, er is een monsterhond gearriveerd, genaamd Dommel. Zo, is dat die beruchte Dommel? Wat ziet het er woest en gevaarlijk uit? Hela, daar heb je semaforen, mevrouw Beatrix en Cherry en Bobby. Schaam je je niet om zo over de koninklijke familie te praten? Laat u maar, burgemeester, zo erg is het niet. Hij mag dan een monsterhond zijn, maar hij vermaakt ons wel. Koninklijke papa, mogen we hem houden? Doe nou, hij is zo lief. Wat vind jij, vrouw lief? Ik weet het niet. Hij is wel erg groot, hoor. Hij zal ons de oren van het hoofd eten. Dat is zo, majesteit. Deze hond verzwelgt in één maaltijd minstens 20 karren vlees en wel zeker 10 karren groente en fruit. Oh,
dat is wel een beetje begotelijk. Zo blijft er voor ons erg weinig over, hè? Wat is er, Knul? Wat? Staat Katland op het punt ons aan te vallen? Maar dan wordt het oorlog. Wat moeten we doen? Oh, en deze monsterhond zal volgens jou een geweldig wapen in de strijd zijn? Doen we. Wat een briljant idee. Had ik zelf kunnen bedenken. Goed, bouw maar een hondenhok voor hem in de paleistuin. Ik wou dat ik gewoon thuis bij Semaphore was. Huh? Wie is dat? Ik hou me slapend.